Op zich is druk of stress is eigenlijk wel waardevol. Waarom? Het helpt ons om ons doel te bereiken, om te presteren. Het stelt ons aandachtig en scherp. Als we te weinig stress of druk hebben, dan worden we een beetje nonchalant. Dan zien we dingen over het hoofd of een beetje gemakzuchtig. Dus een zekere vorm van stress is zelfs nodig. Je ervan bewust zijn dat je gestresseerd bent of dat er verwachtingen zijn van jezelf of anderen, ook dat bewustzijn kan al voor heel veel inzichten zorgen en al een beetje rust met zich meebrengen. Langs de andere kant, overdonderd worden door verwachtingen van anderen bijvoorbeeld, dat is niet wenselijk. Het kan zinvol zijn om daarom jezelf te vergelijken met wie dat zelf bent eerder dan met anderen. Als je weet van jezelf dat je niet langer dan 3 kwartier kunt studeren bijvoorbeeld, heeft geen zin om gelijk een andere kotgenoot uren en een stuk door te doen. Blijf bij wat dat je zelf kunt en leg de lat net iets hoger ten opzichte van je eigen vaardigheden, eerder dan je te vergelijken met anderen. Omdat dat, het helpt niet, het helpt niet. Ja, geen evidente taak, want het vraagt wel wat 1 inzicht en 2 ook moed om het te durven benoemen. Maar wie weet kun je een beetje moed vinden door het al te delen met iemand anders die niet per se druk op je schouders legt, maar die je goed kent en die, waarin dat je vertrouwen hebt. En wie weet kun je er samen iets op vinden op hoe dat je samen die boodschap naar anderen kunt geven.